Ik kreeg nog een vraag van iemand over de inbouw van de Smaat-Shunt, dus de uitlezing van het gebruik van de accu. En eh, die zegt inderdaad terecht: van eh, ja, leuk, je gaat hem inbouwen, maar ik zie alleen dat hij ingebouwd is. Hoe heb je dat gedaan? Nou, dat wil ik even kort laten zien, want het stelt eigenlijk niet zoveel voor. Ik heb eh, alle kabels van de Minpol verwijderd. Daar heb ik een metalen strip aan gemonteerd. Die uh, een verlenging geeft van de minpool. En die gaat dan op de SmartJunt. Heel duidelijk aangegeven van naar uh, batterij. En dan het complete systeem. Dus alle massakabels. Die normaal op de accupool zitten. Komen dan op de tweede aansluiting van de SmartJunt. Dan wordt er uh, één pluskabeltje aangesloten, die gaat naar de pluspol van de accu, zodat de smartphone ook zijn voeding krijgt en de Bluetooth kan activeren. En dat is eigenlijk alles. Hij meet dan in principe alle gebruikers die van eh, normaal naar de massapol gaan van de accu, meet hij de stroom die eruit gaat, maar ook de stroom die erin gaat zodat je dus duidelijk kunt zien hoe je staat van je accu op dat moment is. En dat is een veel duidelijker weergave als dat je dat op het display van de camper zelf hebt. Die geeft dat echt in goede percentages aan. Dus dat is eigenlijk de manier waarop ik ja, de SmartJunt heb, heb aangesloten.